Ik denk dat ik de nieuwe beste Minecraft shader heb gevonden. Dit is namelijk standaard Minecraft. Dit is Minecraft met de complementary shaders. Deze zijn heel populair. Maar dit is Rethinking Voxels. En wat er heel cool aan is, is dat ze daadwerkelijk traceren waar het licht naartoe gaat. Als ik bijvoorbeeld slabs plaats, dan zie je dat het licht ook minder wordt, omdat de bron klein is. In tegenstelling tot complementary shaders, waarbij je letterlijk geen verschil ziet. En dit is zo cool, dat je dan hier de lichtbron hebt en dat je dan ook echt goed de schaduw ziet van de paal. En er is zelfs een setting dat het blok in je hand ook licht geeft. En dat zie je dus ook een beetje aan de schaduw daar. En om het allemaal nog even in perspectief te zetten, dit is vanilla Minecraft. Het is echt opeens heel lelijk dan. Dus